voor mij voelt het echt leuk dat ik nog een kans krijg om naar de Spelen te gaan. Met Lopke, die de meest succesvolle bemanning is die in de 470 ooit. En we zijn niet helemaal tevreden over het WK. Wel heel goede punten die, als zij allemaal op de juiste plek vallen, dan kunnen wij wel voor medaille vechten. We hebben volgende week nog de Olympische test-event. Dan krijgen we nog kansen om te verbeteren. Maar het voelt echt lekker om te zeggen, ja, over een jaar zijn we nog steeds hier en dan gaan we gewoon vechten voor medaille. Deze keer wel zorgen dat het gaat lukken. Het WK is niet helemaal verlopen zoals wij verwacht hadden. En er valt nog wel wat te sleutelen. Maar er zijn ook heel veel positieve dingen en daar zijn we wel heel blij mee. Die landenkwalificatie, ja, het moet gebeuren. Maar we willen uiteindelijk voor een medaille gaan in Tokio. Dus wat doet het me? Ja, we gaan weer naar de Spelen. Dat is super gaaf natuurlijk. Zodat we die stap kunnen maken. Dit is een stap die we moesten doen. Maar we gaan nog hard werken om volgend jaar op het podium te staan. Nou ja, we blijven nog een tijdje hier, want we hebben de Olympische testen volgende week. En wij kunnen in het wintertje niet trainen, omdat het gewoon koud wordt. Dus het zijn niet dezelfde omstandigheden zoals in de zomer. Dus wij zoeken omstandigheden met golven ergens, of in Europa of Amerika, om te kijken hoe wij nog meer onze voor de windrak kunnen verbeteren, onze snelheid. En volgend jaar, ik denk vanaf april, dat wij wel hier heen en weer gaan vliegen.